Welkom in Merano. We gaan vandaag straatfotografie doen hier. Het is meer dan 30 graden, het is prachtig zonnig weer. En ik leg mij een beetje een challenge op, maar ik vertel je straks meer. En dus, vandaag wil ik een beetje straatfotografie doen, maar wel een beetje een andere challenge opleggen door op kniehoogte of lager te gaan. Dus hopelijk zien jullie dat. Dus ik ga hier door de knie. En we zijn vertrokken, maar we gaan eerst een korte wandeling doen. Eer in de schaduw. In het Elisabethparkje startend. Daar staat ze, het beeld van Elisabeth. En waarom niet? We gaan dat ook fotograferen. Maar zoals gezegd, we gaan het een beetje onszelf moeilijk maken. En niet typisch shots trekken van door hoog bij de grond. Of wat zeg ik? Ja? Maar we gaan een beetje zo door de knieën. Gaan we focus op het beeld. En op die manier proberen we toch wat een andere hoek te krijgen, een ander perspectief dan het traditionele gaan fotograferen. En je ziet, er zijn nog maar weinig mensen op de promenade, want het is veel te warm. Men zoekt wel wat koeling in de schaduw. Onze twee oudjes zitten op een bank. Ze zullen wel een beetje onderbelicht zijn, maar dat geeft niet. Dat kunnen we wel in post wat tweaken. En dit lijkt mij ook wel leuk. Je ziet de persoon niet, maar we gaan laag bij de grond. En we gaan hier langsheen de muur sturen. Ik laat jullie even meekijken. Een beetje laag bij de grond. Neem jullie mee. En zo. En hier hebben we een ander zicht op dat gebouw met de brug. En misschien komt dat nog impressionanter over als we hier onderaan zo een beetje steun zoeken. Focus in de verte. Zo. Misschien nog. Zo. En prachtig oude gebouwen. Zo, mij wegsteken achter die struik hier. Focus op het gebouw. Boom er meenemen dat er een beetje een evenwicht is. Een cascade, maar ga hier laag bij de grond, maar toch deze omheining meenemen. En een derde focussen. Zo krijg ik een beetje leading line, why not?
Maar we dagen onszelf uit om toch een beetje een ander perspectief te nemen. Niet bepaald een Kickforce perspectief, maar misschien eerder een hondenperspectief. Zo zien onze dierenvrienden. Bij de brand. Iemand zit op het terras. Begrijpelijk, want we zitten hier pal in de zon. Ik denk dat iedereen op de terrasjes zit, in de schaduw of in de binnenstad. Dat zal je straks zien. En de gezelligheid van een stad. We gaan hier een beetje leading line zoeken. Hier bij de grond, focus op de persoon. Paraplu, hopelijk. Ja, paraplu kan in beeld. En we hebben een mooi vakantieplaatje. En het is verschrikkelijk warm. Het zweet drupt me langs de rug naar beneden. Terugkijken van waar ik kom. Hier gaan we ook laag bij de grond met die bankjes in de voorgrond. Een beetje snel wezen dat die wandelaar niet die eerste schaduw meenemen. Zo. Ja. De promenade. En hier vergane glorie. We gaan kijken of we daar iets mee kunnen doen. Het houten hek misschien in de voorgrond nemen, omhoog. Oppas staat er niet helemaal op, dus we gaan nog eens opnieuw. Ik dacht dat we hier een wat beter perspectief hadden, maar... Zoals gezegd, hier zit men neer op het terras. Met die bogen en die lampen en de schaduw op de grond. We gaan niet te laag mogen gaan, of we zien ze niet meer. Toch even proberen. Kniehoogte, dat mocht ook. Mooi contrast met die
dat lijkt me wel wat. Terug, nog even hier proberen. En hier heb je een heel ander zicht op de straat. Iets opener. We gaan ook hier. Het opera gebouw, net al. Kunnen we iets met het zebrapad en het opera gebouw hier? Hier intrigeren en zeker die witte lijnen in de voorgrond die bogen maakt. Dus als ik nu vanuit met een hoog, als ik terug naar omhoog richt, dan krijg ik zo'n beetje die vervorming. En hier komen we terug op de promenade in de zon. Maar misschien dat we eerst aan de overkant gaan kijken of dat we daar nog iets kunnen doen met die leading lines. Laten we daar even de brug over gaan en kijken wat we daar kunnen zien. En we kunnen desnoods op de volgende brug terug. De vraag is, kunnen we ook hier iets mee, laag bij de grond? Natuurlijk hebben we hier de leading lines van de plage, om het zo maar te noemen. Maar de gebouwen zitten weg. Maar we gaan toch even kijken of we daar iets mee aan kunnen vangen. Natuurlijk hebben we de leading lines naar de bergen in de achtergrond. Laten we even kijken wat we hiermee kunnen doen. En aan het Termenhotel zijn de termen van Merano. Merano is een kuuroord, een bekend kuuroord. We hebben hier die fonteintjes. Daar kunnen we wel iets mee. Terug laag bij de grond.
achtergrond dacht ik het Kuurpaleis of Kurhaus, eerder gezegd. En daar denk ik dat we ook al iets kunnen leuks maken met een laag perspectief. Het mooie is van architectuur, met een laag perspectief dan, en een breedhoek, dan krijg je die vervormingen. Zie je, dan krijg je deze vervorming. En we zijn terug aan de brug waar we begonnen zijn. En we gaan hier een laag perspectief nog nemen van deze mooie lantaarnpaal met de bergen in de achtergrond. Maar je ziet de warmte. Het is tijd om een siesta te gaan doen. Want ik hou het niet meer langer uit hier in de zon. Dus ik ga hier een laag bij de grond perspectief nemen. Er rijden toch weinig auto's, dus we kunnen eventueel nog op de baan gaan. Zo, we zijn de stad rondgegaan. Een beetje straatfotografie wel letterlijk te nemen, want we zaten laag bij de straat. Toch eens iets anders om een ander perspectief te nemen in je foto's en je vakantiesnaps. Toch een andere look te geven, dacht ik zo. Ik vond het toch een leuke uitdaging hier. Alleen de temperaturen, die zijn verschrikkelijk. Ondertussen heb ik al wat gegeten en gedronken, maar het is tijd voor de siesta. En bij deze neem ik afscheid van jou. Bedankt om tot het einde te hebben gekeken. En was het toevallig de eerste keer dat je op deze video klikte en je wil meegaan op mijn creatieve reis in fotografie, dan weet je wat je kan doen. Rechts onderaan, gratis en voor niks, nog altijd op YouTube. Abonneren. En op de notificatie drukken, want dan weet je wanneer ik een nieuwe vlog of tutorial heb gepost. En voor de rest zie ik je graag terug. Bye for now.